Zullen we beginnen? Oh. Sorry, ik heb een koude. Oh. Hey, wat ik ga doen is, sluit eigenlijk bijzonder, denk ik, mooi aan bij Cornelis een verhaal. Want ik ga eigenlijk vanaf de andere kant, en dan heb ik op een gegeven moment, waar zijn jouw, oh hier is het. Ik ga van de andere kant en dan kom ik uit bij zijn motorkrommer. Dus ik behandel het precies andersom. En ik pak even een heel simpel ding. Ik pak een massa die ik op wil trekken met een poelie. En ik doe allerlei versimpelingen. Ik ga even vanuit dat die poelie geen massatraagheid heeft. Dat kan natuurlijk niet. Maar stel dat ik hier van heel licht aluminium of zo uitvoer, dan zou dat misschien zomaar kunnen. En dan wil ik eigenlijk weten, kijk, zo'n motor, je hebt ook lineaire motoren, maar we hebben het over een draaiende motor, dus we moeten toch weer naar dat koppel terug, toch? En wat je hier nu ziet, is eigenlijk gewoon kracht. Weet je nog hoe je van kracht naar koppel kwam? Keer de arm. Keer de arm, hè, inderdaad. Klikken de klik. Eén keer mag klikken. Ja, en je mag nog één keer klikken. Dat is inderdaad dit, ja. Stel dat ik een massa heb, ik denk dat ik nog één keer mag klikken. Stel dat ik een massa heb van 10 kilo en mijn straal is 0,1 meter. Wat is dan, en dan vraag ik al meteen iets heel moeilijk. Het statisch koppel van een las, wat zou ik daarmee bedoelen? Stilstaan. Ik wil hem gewoon stilstaan. Ik wil hem niet, hij mag zelfs ook bewegen, maar ik wil hem niet versnellen. Hij mag bewegen, maar ik wil hem niet versnellen. Dus of hij hangt stil, of hij hangt met een constante snelheid naar beneden of constante snelheid naar boven. In beide gevallen heb ik het alleen maar dan over het statische koppel, eigenlijk, stiekem. Wat zou dan het statische koppel zijn als we die formule pakken? Wat is de kracht? Laten we die eerst even uitrekenen. Hoeveel? Nee, want de zwaartekracht die hangt er gewoon aan te trekken. Hè? Het is 10 kilo. F is MLG, hè? Ja, 98. Ik ga flauw doen, ik zeg gewoon 100. 100 nieuw. Maar 98 is beter. 98 is beter. Maar ik zeg 100, want dat vind ik makkelijker. 20 nieuw. Wat is dan mijn koppel? Ja, dat is gewoon 10, hè? En welke eenheid is dat dan? Newton meter. Grote newton, kleine meter, hè? Want newton is een mes en meter is geen mes. Kleine m. Grote m en kleine m. Klikken de klik. Oh ja. Dit is best al wel een lastig iets. Want wat ik net vertelde, is van, ook als dat ding beweegt met een constante snelheid, dan heb je nog steeds dezelfde kracht nodig om die snelheid constant te houden. Nou, ik zeg kracht. Ja, ook kracht. Kijk, als dit ding precies met een constante snelheid beweegt, wat wil dat dan zeggen op de krachten die erop werken? Het zijn samen nul. Toch? En dat kan alleen maar als F-pool even groot is als F-gravity. Dus ook als dat ding niet, als hij een beweging heeft, maar hij vertraagt of snel niet, ook dan is dat koppel wat je ervoor nodig hebt gewoon 10 newtonmeter. Weet? Dat is wel best een denkstap, hè? Wel een denkstap. Oké. Okay. Nou, dit is mooi, hè? Ik denk, ja, laten we weer eens klikken, één keer. En laten we eens Cornelis' magie erbij. Oh, nu meer een paar keer klikken, want hij, ja. Dan doen we Cornelis' magie erbij. We doen er een motortje bij, we doen er best een flinke motor bij. We pakken iets wat in de fiets zit. Alleen wel een permanente DC, die zit niet in je fiets hoor, dat zijn veel ingewikkelde motortjes. Maar we pakken een zware permanente DC motor. Die heb je eigenlijk niet, maar dan krijgen we namelijk wel een mooie, ja klik maar weer. Dan krijgen we namelijk wel een zware jongen. Dan krijgen we zo'n mooi rechtlijntje van Cornelis. En dat is lekker. Ja, rekenen. Als je dit ding ziet, waar verwachten jullie dat dat ding uiteindelijk, op welke snelheid dit ding uiteindelijk gaat draaien? Hoe, welke? Ja, die 3500. Hè? Dat is eigenlijk wat Cornelis zei, van als ik dit heb, dan zal ik hier wel uitkomen. Toch? Maar wat, een beetje, wat best wel interessant is, is van hoe kom ik daar? Dus daar ga ik het ook over hebben. Want waar beginnen we? Als we hem net aanzetten en we gaan er even uit dat die last bijvoorbeeld op de grond ligt en we willen hem gaan optillen. Waar beginnen we in die grafiek dan eigenlijk? Bij snelheid van 0. Snelheid van 0, hè? Hoeveel koppel hebben we dan om dat ding op te tillen? 40. Ja, echt?
Ja, we hebben 45 om hem op te tillen, dat klopt. Want, laat ik het anders zeggen, hoeveel potten hebben we om hem te versnellen? 35. 35 inderdaad. Misschien dat je één keer kan tillen. Nog een keer? Eigenlijk hebben we hier dit stuk om hem te versnellen, toch? Weet? Want stel dat ik een bootje zo had uitgekozen. Ja, dan zit hij zo te trekken en dan is hij net gewichtloos. Dan kun je zo met zo'n pink zo piep, omhoog, piep, piep. Dan weet ik wat voor de rest gebeurt is dan. Maar we hebben nu een motor die sterker is. Dus die kan dat ding met deze koppel verstellen. Als hij gaat verstellen, wat gebeurt er in de fiek? Waar ga ik naartoe? Wat? Ik vond jullie niet te komen. Het is goed hoor, maar ik vond het niet. Nee, toch goed. Ik ga naar rechts, hè? Toch? Versnellen, ja, maar kijk je snel uit. Dan ga ik gewoon van snel uit wil. Ga ik naar rechts toe, toch? En wat zie je dan met het koppel? Minder. Ja, wat minder. Heb je al een idee hoe die snelheidsgrafiek eruit gaat zien? Het snelt wel, maar zo. Hoe, zeg maar? Exponentieel? Dit is exponentieel? Ja, andersom, ja. Lijkt bijna misschien een... Rechtsboven. Zou het misschien een... zo'n SC-grafiek kunnen zijn? Ik weet het niet hoor. Maar misschien lijkt het zo. Nee? Zullen we eens kijken of ze dat kunnen berekenen. Klikken de klik. Dit ding heb ik vorige keer bij. Die is letterlijk uit de riem. En wat zei die? Dat de motor, het koppel van de motor is gelijk aan de last, dat is je 10 Nm, plus de acceleratiekoppel. Een beetje een raar ding, acceleratiekoppel. En die acceleratiekoppel is in ons geval 35 Nm, toch? Bij het begin. En wat in die reader ook nog stond, ik weet niet of ik dat de vorige keer behandeld heb, maar dat de acceleratiekoppel in het geval van een lineair draaiend ding, dat het gelijk is aan de massatraagheid keer de hoek... versnelling. Klopt hè? Ja, ik het goed. Hoekversnelling. Ik denk, vinden we dat logisch? Wanneer stopt het met versnellen dan? Dit gaan we zo meteen zien. gaan we zien. Jij kan hem natuurlijk al wel klappen. Ja. Wat denken jullie? Waar gaat hij stoppen met versnellen? In theorie. Als het koppel overblijvend koppel 0 is. Waar is de overblijvende koppel 0? De acceleratie koppel 0? Ja, dat is daar. Als je verwacht... Hij gaat bijna niet nominaal worden. Dus als dat keer dat 5. Je verwacht dat hij eigenlijk bij 3500 rotatie per minuut. Alleen dan. Maar dan stopt het wel. Hè? Hij stopt niet meer draaien, maar het is constant. Kijk, die motor wordt steeds slapper, hè? Hoe sneller je beweegt, zie je dat? En op een gegeven moment is hij zo slap, dat hij alleen nog maar precies die zwaartekracht kan compenseren. En als de overblijvende kracht op dat ding is 0, is de snelheid constant. Precies, efficiënt. Nee, daar hebben we het helemaal niet over. Daar gaan we nog niet over hebben. Ja, oh wacht. Oh, hij is al verder. Oh ja, 35 is de massa-traagheid keer d omega dt. Dat massa-traagheid, hebben jullie wel eens een propellertje zo rond laten draaien? Dat kan heel snel, hè? Hebben jullie wel eens een fietswiel proberen rond te laten draaien? En dan lukt het ook, maar het is een stuk meer werk, toch? Heb je ook wel eens gezien dat als je daar dan een massa aan doet, dan kun je bij werktuig bouwen, heb je daar proefjes van, als ik dan massa meer naar buiten doe, dan is dat meer werk als dat ik de massa meer naar binnen heb. Snap je? Dus als ik een stok heb en ik probeer die rond te draaien, en ik doe de massa's dit bij het centrum van de stok, dan is dat makkelijk. Dan doe ik die massa's meer naar buiten, dan kost dat meer werk. Dus, meer dus het is makkelijker om Bart rond te draaien dan mij. Ja, ja, ja. En als ik een hele dikke kop zou hebben, heb ik misschien ook wel een hele dikke voeten. Dan is dat lastiger dan dat ik zo'n mooi gebalanceerd model ben als iemand die even langer zal zitten, maar dan niet zo'n dikke kop. Ja. Ja, ja, jij bent langer. Jij bent langer. Klik de klik, één keer. Dit is nog logisch, hè? 35 is J keer omega T, dan is D. Omega T is 35 keer door J, hè? Deel door de massa. Is dat logisch? Oh, je klikt te ver. Terug. Wat doe je? Het is goed nu. Oké. Dat is altijd wel het voordeel, hè? Bart besteedt het uit. En,
Hey, vinden we dit logisch? Als de koppel hoger is, dat hij dan sneller versnelt? Ja, hè? Als je massa-traagheid hoger is, langzaam versnelt? Ja, hè? Oké. Dan blijkt van J nog de formule te zijn. Zou je één keer kunnen klikken, Corné? Ja. Het blijkt dat die massa-traagheid... Dat is eigenlijk een integraal, of het zou ook een sigma kunnen zijn. Maar wat je doet is, je kijkt welke massa's er allemaal in zitten en je kijkt de stralen en dan blijkt die stralen ook nog vooruit. Waarom dat precies is, dat kun je allemaal natuurlijk kunnen kijken. Laat ik nu even zitten. Als je dat hiervoor uitrekent, wat krijgen we dan? Massa is 10 kilo, straal is 0,1, 0,1 in het kwadraat is 0,01, 10 keer 0,01 is 0,1. Nee? Bart, ja? Dit hangt af van de constructie. Deze massa-traagheid geldt voor een cilinder. Dit geldt voor het geval dat je de massa puur in één punt hebt, met hier als straal zo hebt. Precies. Als je die massa over een schijf gedeeld hebt, dan is het eigenlijk weer een andere formule. Alleen, stiekem, is dit de basisformule. Want die andere formules kun je allemaal hiervan af. Maar dan moet je met deze sigma, en eigenlijk moet je dan een integraal pakken. Ja. En dat is gelukkig al voor jullie gedaan. Als je hier op googelt op massa traagheid, dan zie je allemaal verschillende... Ja, maar de basis eigenlijk gewoon dit. Oké, nog één keer klikken denk ik. Dus dan weten we dat de hoekversnelling, dat 350 is. Welke eenheid is dat? Hoeveel? Radialen per seconde? Ik denk radialen per seconde kwadraat. Dat denk ik ook. Ja, want het is een versnelling, hè? De omega is radialen per seconde, maar het is een versnelling. Je kunt het ook hier in de formule zien, hè? Het is d omega dt. Ja. En omega is radialen per seconde. Dus je doet dat nog een keer naar de tijd. Inficeren, dus kwadraat. Kijk. Nog één keer klikken, want hier staat iets met 3500 en zo, hè? Daar kunnen we eigenlijk een zak of nou, kunnen we wel iets mee. Maar wat is dat nou, die RPM? Wat is dat nou in radialen per seconde? Blijkbaar 60 RPM is 2 pi radialen per seconde. Dat is eigenlijk best logisch, hoor. Omdat 60 RPM is 1 keer draaien per seconde. Maar ja, de omtrek van een cirkel is 2 pi. Dat is precies waar die 2 pi vandaan komt. Dus als ik ga kijken, nog één keer klikken. Dit punt... is ongeveer 366 radialen per seconde. En we weten dat onze hoekversnelling 350 radialen per seconde kwadraat is. Hoe snel denken we dat ding hier op die 3500 zit? 1 seconde en een beetje. Ja, we zouden zeggen 1 seconde en een beetje, hè? Toch? Eens? Klopt niet helemaal, want wat je ziet is dat hij heel snel hier minder wordt, hè? Toch, Samantha, je ziet dat hij heel snel, snel minder wordt. Als je op het moment dat je al op deze snelheid bent, heb je nog maar de helft van de kracht over. Of van het koppel. Als je hier bent, heb je nog maar een kwart van het koppel. Dus 1 seconde is een goede eerste stap. Wat blijkt, in de werkelijkheid heb je wel wat meer nodig. Dan heb ik lekker even in Excel zitten simuleren. Dus dit is wat we met de hand even hebben uitgerekend. Dit is even wat Excel gedaan heeft. En je ziet, die 1 seconde is helemaal niet zo slecht. Je ziet, bij die 1 seconde zit je volgens mij al op hoeveel? 63% of zo. Hey, dat kennen we ook van de RC en de touwtijd. Grappig. Oké, zal wel iets met elkaar te maken hebben. Wat zien we hier? Die doorgetrokken blauwe is de speed in rotatie per minuut. Dat is de linker dinges. Linker as. Die rode doorgetrokken is in radialen per seconde. Is ook de linker as. Het is eigenlijk hetzelfde. Goed. En even denken, die last is de grijze gestippelde. Vinden we die logisch dat die steeds op 10 blijft staan? Ja, hè? Dat is die last. De motor, eens even kijken, de motor. Ja, dus dat is eigenlijk, die motor is gewoon dit, hè? En die, op het moment dat ik daar naartoe ga, wordt die steeds minder, toch? En die eindigt hier, die eindigt bij de 10. Klopt dat? Eindigt die bij de 10, die gele? Ja, die eindigt bij de 10. Wat je dan overhoudt is dat blauwe. En dat blauwe, daarmee kun je versnellen. Nou, we zeiden 1 seconde en een beetje. Nou, het is eigenlijk meer 2,5 keer die 1 seconde, maar helemaal geen slechte gok. Is deze duidelijk?
Oké, dan gaan we... Nee, het is gewoon algemeen bij alle systemen waarbij je dus een motor hebt met een laster aan, moet je altijd kijken, is er een dynamisch koppel nodig, versnellen, vertragen, en een statisch koppel, zwaartekracht, met een constante snelheid bewegen. Ja. Ze kunnen allebei voorkomen, maar bij sommige toepassingen is er maar één van de twee aanwezig. Ja. Kun je weer een klikje doen, denk ik? Nog één klikje. Wat ik hier heb, dit is een ding waar, die niet hangt, zeg maar gewoon een ding wat wrijvingloos wat ik wil laten bewegen. Zo, die zit op een soort rails, die wil ik wrijvingloos aan een kabelziekje te trekken. En het speedprofiel wat ik wil hebben is die oranje. Dus ik wil hem de speed, ik wil hem snel laten gaan en dan wil ik hem gewoon zo laten cruisen en dan weer laten afremmen. In principe, als je alle wrijvingen zeg maar verwaarloost, heb je dan alleen een acceleratiekoppel nodig. Dus dan heb je alleen bij die schuine stukken, heb je even koppel nodig om de snelheid te veranderen. Je zou het kunnen vergelijken met die eerste lessen, met die raket. Als ik niks doe met krachten, als de krachten nul zijn, blijft die raket gewoon lekker cruisen. Als ik de snelheid wil veranderen van de raket, dan moet ik de motor aanzetten. Nou, dat kun je vergelijken met dat koppel. In de praktijk heb je natuurlijk best wel vaak vrij. Volgens mij heb ik er hier nog eentje bij gedaan. Ja, nog één keer klikken. Ja, stel dat ik nou, wat je hier ziet, ik wil eigenlijk mijn speed, wil ik een soort constante toename hebben. Toch? Ik wil niet dat hij in het begin heel snel sneller gaat en daarna constant wordt. Nee, ik wil hem gewoon in een rechte lijn hebben. Dat houdt in, en dat hangt maar net af van motor, lastcombinatie, noem maar op. Maar dat houdt in dus dat het zomaar zou kunnen dat ik in het begin de motor op een of andere manier moet controleren. Zodat hij niet vol gaat blazen. Nou, dan kom je weer op dat verhaal van Cornea achter. Nou, misschien dat ik de stroom naar beneden moet doen of zo. Misschien ook wel PWM. Ik weet niet of we dat nog... ja. Zien jullie? Ik ga het ruim halen binnen een half uur, hoor. Oh, of hoeveel heb ik nog? 3 minuten. Oh, jezus. Oké, volgende. Dit is de last die we net hebben gehad. En dan zie je, en dat ga ik niet bewijzen, maar dit staat ook in de reader. Je ziet dat als de koppel constant is, dat het vermogen steeds meer nodig is. Nou, dat is ook niet zo raar, hè? Want je zag hier, hè? Dat je dan daaruit komt. Dat is ook niet zo raar. Dan laat ik er nog 2 zien. En dan ben ik klaar. En dit is letterlijk een kopie uit de reader van de last. Wat ook kan, bijvoorbeeld bij glijlagers, dat het koppel steeds hoger moet worden. Dus je krijgt steeds meer wrijving bij hogere snelheden. Maar dat houdt in dat vermogen wat je nodig hebt, dat kwadratisch zelfs toekomt. En wat ook nog kan, en die heb jij net ook al genoemd als voorbeeld, de laatste. Bij ventilatoren bijvoorbeeld, dan neemt die wrijving niet alleen lineair toe, maar die neemt zelfs kwadratisch toe. Nou, dan zie je dat het vermogen wat je nodig hebt tot het derde mag. In vragen? Volgens mij zat ik ruim onder het half uur. Ja. Dat is een goede vraag. Is dat evenredig met? Ja, evenredig met. Dus, ja. Dat is de ene. Ja, daar kan ik. Al deze grafiekjes. Ga jij tekenen? Ja. Hebben jullie eens goed misschien nog onthouden net bij die vermogensbalans? Verband tussen vermogen, koppel en toerental is dit. Oh, dan komt de omega dan dus ook in. Als je dan als koppel ja. Dit hebt, waarbij dit omega is. Ja, dan moet die andere al lineair zijn. Ja. Dan de constante maal iets wat toeneemt. Nou, dat ziet er dan zo uit. Ja. Zo kun je dat ook voor dat kwadratisch en wat dan ook afleiden. Ja? Nog vragen? Dan zet ik hem weer stop.